Het einde van 2019 begint steeds iets dichterbij te komen. En daarom gaan we eens eventjes terugblikken op dit jaar. We gaan kijken namelijk naar de top 10 meest bekeken Twitch clips van Fortnite. Aan deze video zitten twee regels, of eigenlijk drie. De eerste regel is dat die uiteraard in 2019 geklipt moet zijn. De tweede regel is dat die in de categorie Fortnite moet zitten. En de derde regel is dat de clip over Fortnite moet gaan. Als je deze video super tof vindt, drop even die like. Abonneer ook gelijk even op de veel gevraagd, want we gaan best wel hard weer naar die 500.000 abonnees toe. Dus abonneer even met dat belletje, dat zou ik heel vet vinden. En gebruik even de supporter creator code te veel gevraagd in de Fortnite item shop. Dan krijgen wij namelijk 5% van jouw aankoop. Jawel, de eerste clip. De eerste clip komt van Tim de Tatman af met de titel Jack Hates on Max. Deze clip is geklipt op 22 augustus 2019 en heeft maar liefst 390.000 weergaven. Weet je wat, laten we gewoon gaan kijken naar deze clip. Want ja, Jack gaat hier, oftewel Courage J, die gaat keihard ragen. I talk to so many people at Epic about so many things. And they get me so excited. And then they do this, bro. There's no rewarding part of this thing, dude. Yeah. I can't find anyone that likes these. When you use them, they feel terrible, bro. Like, it's making my blood boil, dude. No, I agree. I'm with you. Holy shit. There's no actual reasoning behind this, bro. Holy fuck, man. I'm not playing anymore, bro. I'm off this game. I'm sorry, Tim. I'm not playing anymore today. Good. I'm off this fucking game, bro. It's all right. I get it. I love this game so much. And how incompetent is this decision, dude? I'm off this game. I can't play it. Alright. Ja, ik ben het helemaal eens met Courage JG in deze clip. Hij is... De Brute was echt heel erg sterk. Niemand vond hem tof. En heel veel mensen zijn ook in Season X gestopt met het spelen van Fortnite. Dus ik snap het. Ik ben blij dat hij eruit is. En ik hoop dat hij never nooit meer terug gaat komen. Laten we doorgaan naar nummer 9. En nummer 9 is van XQC. XQC is een streamer die eigenlijk van alles streamt. En eigenlijk van alles ook doet. Hij staat niet bepaald bekend op zijn kwaliteit en vandaar ook deze clip. Deze clip heet namelijk XQC on Streamer Setups. Ze gaat het dus hebben over andermans streamer setups. Deze clip heeft 443.000 weergaven en is geüpload op 26 april 2019. Ja, weet je wat? Laten we gewoon gaan kijken naar deze clip. Analyzer, fucking moderator stance, sound filter, 6 monitors, pedals, drums, gaming guitar controllers, 6 consoles, 10 computers, bunch of fucking wires, sound pads, speakers, antenna, satellite, dog cam, cat tree, cat this, and a bunch of dogs, dude, right? They're ready to fucking analyze NASA's landing speeds, dude, right? And it's just odd, like, that you mix us all in one bunch, like, we're all like that, dude. I don't want it to be like that. Because whenever I go to the stream, right? I want to share some parts of me that and just be there with chat and fucking show like sides that are from me. Dude, no, I don't want to go in an office and feel like I'm going to work. Like, what the fuck, man? Eigenlijk wat hij gewoon doet in deze clip is het roosten van andere streamers die eigenlijk gewoon een betere setup hebben als dat hij heeft. Ik vond het heel grappig. Ik snap waarom die in deze top 10 lijst staat. Laten we dan ook maar meteen doorgaan naar nummer 8 inmiddels alweer. En dat is namelijk Ninja. Jawel, Ninja staat ook in de lijst. Volgens mij staat hij er zelfs vaker in, dus het is niet de enige keer. De titel van deze clip is T-Views Better Than Ninja. Is geüpload op 3 juli 2019 en heeft maar liefst 445.000 weergave. Weet je wat? Ik ga niet te veel lullen. Laten we gewoon kijken naar deze clip. Dude, wow. Oh, he's a bot. All right, hang on. I'm finishing this chug jog. Wow, at the bottom of the chug jog, it said Ben smells like farts. T-Fu's better than Ninja, please. 5 gifted if T-Fu's better than Ninja, please. Thank you. Oh. You know what? Oh, that's not even me laughing, but that's me laughing, dude. That one felt a little personal, but okay. It's never personal, and it's always personal. You know that. Tyler Trash. Oh my god! Ben. Hey, 5 good subs, dude. Sick. The
toxicity, dude. I hate to see it. Oh, this is also be cool. I was claiming that a chug jug had my name on it. You just said that Tifu is better than me. Bro, are we just gonna pretend like I'm not the most goated controller player on N64 right now, dude? Are we just gonna pretend like that's not the case? Did you just leave me? Ai, die moet pijn doen voor Ninja. Ja, hij werd geroast. Want ja, Tifu heeft natuurlijk Ninja meerdere keren gekilled in de game. En daarom dat Ninja toch wel een beetje... Ja, het deed toch een beetje pijn voor hem. Dat zag je ook wel, hij is een beetje aangeslagen. Dus ja, ik snap wel waarom deze clip in deze lijst staat. Laten we doorgaan naar de volgende clip. En jawel, ook deze clip is van Ninja. Deze clip komt van 11 mei 2019. En de titel is Camera of During Ramadan. Geen idee waarom die titel erin staat. Nou ja, ik weet het wel een klein beetje. Want Ninja had een beetje de trek in deze clip. Deze clip heeft 467.000 weergaven. En weet je wat? Laten we gewoon gaan kijken. Guys, right here is redeploying. He's dead. I swear I see somebody else building behind us. Who's in a different squad now? Sorry for the people who are doing Ramadan. I'll make sure to hide my screen when I eat for the rest of Ramadan. Ja, deze clip zegt eigenlijk alles. Het is super, nou ja, niet per se heel erg onbeschoft. Maar het ziet er gewoon niet uit als je gaat eten op stream. Ik probeer het zelf ook niet te doen, alhoewel ik dat heel eerlijk gezegd gisteren tijdens het live event van Star Wars zat ik ook gewoon te eten op stream. Dus ja, eigenlijk spreek ik mezelf nu heel erg hard tegen. Maar ja, ik snap wel waarom mensen dat liever niet op stream willen zien. En waarom Ninja zijn camera uitdeed. Laten we doorgaan naar de volgende. Dat is inmiddels alweer, even kijken, 10, 9, 8, 7, 6. Nummer 6 is dit. Namelijk Tim de Tatman, jawel. Daar is hij weer. Hij was ook nummer 10 uiteraard. En nu weer op nummer... Even kijken, ik vergeet het gewoon weer. 10, 9, 6, maakt er niet uit. In ieder geval, zijn titel van deze clip is... Hey, is geüpload op 2 december 2019. Dat is pas 2 weken geleden. En heeft maar liefst 468.000 weergaven. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik weet natuurlijk al wel wat erin voorkomt. Maar ik ga het jullie gewoon even laten zien. Dus laten we kijken naar de clip. Fucked. I'd love to see you in a corset. Oh, but if you're a cat thrower, Twitch is the place for you. Okay, dude. I mean... I don't always throw my cats, but when I do, I prefer to wait until after I've poured vodka in its mouth. Hi, I'm Alinity. Welcome to my... Woo! So... I have an extra shotgun for someone. Nice, I'll take it. Weather, yeah. Ja, hier werd Alinity gewoon kei en keihard geroast. Eigenlijk iets te hard. Maar ik begrijp het. Ik begrijp waarom ze zo reageren. Want Alinity, als we heel eerlijk zijn, de Twitch streamer, die had al lang verbannen moeten worden van Twitch. Die had echt al langer ban moeten krijgen. Maar om een of andere reden heeft ze dat niet. Dus daarom staat deze clip op, nogmaals, 10, 9, 8, 7, 6. Jawel, op nummer 6. Laten we doorgaan naar nummer 5. En jawel, op nummer 5 staat weer Ninja. Ninja staat daar. Staat er nu al 3 keer in. Terwijl hij niet eens meer op Twitch streamt. Dus dat is wel best wel een dikke middelvinger naar Twitch zelf. Want ja, Twitch heeft liever niet dat de Ninja nog überhaupt populair is op Twitch. Twister dat, denk ik. In ieder geval... Deze titel van deze clip is niet heel relevant. Want het is letterlijk volgens mij de titel van de hele stream. Dus die slaan we even over. Maar hij komt in ieder geval. Ninja heeft 449.000 weergaven. Weet je wat? Laten we gewoon gaan kijken naar deze clip. Suck a dick, dude. Literally, the fattest one you can find. I want you to just literally just shove the whole thing in your mouth. Ja, en dit is de klassieke Ninja. Ninja was vroeger heel erg grof. En nu uiteraard weer. Sorry als jij niet tegen grof taalgebruik kan. Ik had het eigenlijk van tevoren even moeten zeggen. Maar sorry hiervoor. In ieder geval, Ninja was even heel erg boos. En daarom staat deze clip op nummer 5. Ik snap het wel. Want hierdoor is Ninja een soort van groot geworden. Door zijn beetje grove taalgebruik. Hij was een beetje edgy. En nu is hij wat meer kindvriendelijk geworden uiteraard. Maar toen hij dit deed, toen was iedereen even blij. En toen, daarom heeft deze clip zoveel weergave uit. Uiteraard. Laten we doorgaan naar nummer 4.
En nummer 4 is, jawel, T-View. T-View hebben we volgens mij nog niet eens gehad in deze clip. Natuurlijk hadden we net wel een clip van Ninja die over T-View ging. Maar we hebben nog geen clip gehad van T-View. En deze clip is geklipt op 9 april 2019. En heeft maar liefst 572.000 weergaven. En de titel is Sub to PewDiePie. Ja, weet je wat? De clip is heel kort. Hij is letterlijk maar 15 seconden. Laten we maar kijken. Oh, God, I love the internet, though. I love it. I love the internet. Ja, deze clip is heel erg vaag. Ik snap waarom je het misschien niet snapt, maar ik denk dat ik weet waarom deze clip geklipt is. Namelijk op het moment dat van deze clip, op dit moment van de stream, werd waarschijnlijk zijn hele chat volgespamd met sub to PewDiePie. En waarom was dat toen? Dat was toen met die battle tussen PewDiePie en T-Series. En Ninja had daarvoor PewDiePie al een keer gementioned. Dus daarom ging iedereen bij T-View spammen van, jongen, zeg ook sub to PewDiePie. Please do it. Dan kunnen we het clippen. Maar T-View heeft dat volgens mij niet gedaan. En daarom is het geklipt. Want hij zei wel van, hey, I love the internet. En hij refereerde dus nadat iedereen sub to PewDiePie zei. Oké, maar voordat we doorgaan naar de nummer 3 of naar de top 3, moet ik hier eerst even wat zeggen aan jullie. Namelijk, wij gaan 10.000 V-Bucks weggeven aan jullie. En als jij die wil winnen, dan moet je daar wat voor doen. En Matthijs gaat jullie nu even uitleggen wat je daarvoor moet doen om dus mee te doen aan deze giveaway actie. Omdat jullie support zo insane is, gaan wij nog eens 10.000 V-Bucks weggeven die je heel gemakkelijk kan gaan winnen. Wat moet je doen? Installeer de nieuwe game van Epic Games Battlebreakers op je tablet of mobiel. Wanneer je de game opent en de uitleg hebt gedaan, vul onze creatorcode te veel gevraagd in. Versla 3 bossen door simpelweg op de kaart de route te volgen. Wanneer er een ster bij de boss staat, betekent het dat je hem hebt gedaan. Paar tips: wanneer je gaat vechten, druk op de autoknop. Dan hoef je verder namelijk helemaal niks meer te doen. Zet ook eventjes in de settings onder het kopje gameplay hem op het konijnenteken en zet autosummen pad op on, zodat alles veel sneller verloopt. Wanneer het is gelukt, stuur je zo'n soort screenshot, zodat ik de bossen op de kaart kan zien met een ster eronder. En ook een screenshot van het invullen van onze support A creator code naar onze Instagram, @teveelgevraagd. Elke boss die je killt krijgen wij $1 van. Met die reden kunnen wij ook deze zeer dikke giveaway doen. Leuk weet je trouwens, wanneer je level 20 bereikt op Battlebreakers, gaat redelijk snel, dan krijg je deze gratis backbling op Fortnite binnenkort. Heel erg tof natuurlijk. En oh ja, dit zijn de vorige winnaren die dit al hebben gedaan. Heel erg bedankt. Jullie winnen allemaal 1000 V-Bucks. Gefeliciteerd en iedereen succes met deze giveaway. Yes, doe dat dus even en dan maak je dus kans op V-Bucks. En wie wil nou geen V-Bucks? Laten we gewoon direct doorgaan naar nummertje 3. En nummer 3 is van Klix. Jawel, Klix heeft een clip die heet Swatted. En dan weet je eigenlijk al wat er gaat gebeuren in deze clip. Swatted is geüpload op 26 oktober 2019. En heeft maar liefst 660.000 weergaven. Dat is heel erg veel voor Twitch. Laten we gewoon maar kijken naar deze clip en kijken wat er gebeurt. Ik denk dat de meesten van jullie het al wel kunnen raden. Hit for 25 again, he's 10 HP. He's gonna die. Got the kill, nice. Squad, nice. I need that. Go around right. Go around right, follow me. What? Police are here. The police are here? Yo, I just got swatted. One second. I gotta go. No way. What the fuck? Behind, behind. Yeah. Follow me, follow me. We can hold height on that loop. Yeah, that's where I'm going. You guys need to cover my back. Jawel, zijn vader kwam binnen en die zegt tegen Klix, of ik denk dat zijn vader is, ik hoorde in ieder geval een hele diepe stem. En die zei van, hey, de politie is hier. En jawel, hij was swatted. En dit is uiteraard heel erg triest, want bijvoorbeeld in Amerika is dit, kan je veroordeeld worden tot poging tot moord, letterlijk. Want als je iemand swat, is er een kans dat de politie diegene doodschiet. En sterker nog, dat is een keer gebeurd. Dus SWAT is echt het laagste wat je kan doen. Gelukkig leek het allemaal wel een beetje mee te vallen. Want zijn moeder, of in ieder geval een vrouw, hoorde ik op de achtergrond een soort van lachen. Ik denk dat het lachen was. Dus ik denk dat het wel goed afgelopen is met Klix. Laten we doorgaan naar nummer 2. En deze clip is... Ik weet al welke clip het is. Deze clip is echt heel erg grappig.
Hij komt van Fortnite zelf af, dus dat is op zich ook wel grappig. Heeft maar liefst 778.000 weergaven. Is geüpload op 28 juli 2019. En de titel is Kid Jerks Off in Fortnite Arena. Let goed op, want ik ga de clip maar één keer afspelen. August 1st, all will be revealed. And my god, I got the chills right now. That's the first time we saw that. They didn't show us anything. It is. Oh my goodness, you see how excited everyone is. And we are moments... Er was een jongetje, een heel klein beetje. Ja, die vond het heel erg leuk. En laten we het daarop houden. Dat was een jongetje die gewoon heel erg veel plezier had daar tijdens de World Cup. Fortnite. Dus ja, laten we gewoon maar doorgaan naar nummer 1. En nummer 1, ik denk dat sommigen van jullie het misschien wel kunnen raden. Wat de nummer 1 is. Want nummer 1 is van Booga. Jawel, de nummer 1 van de wereld. Hij heeft de nummer 1 clip. En deze clip is echt by far de meest bekeken clip van Fortnite. Volgens mij zelfs ooit, maar al helemaal van 2019. Namelijk deze clip heeft maar liefst 2,1 miljoen weergaven. Terwijl de nummer 2 778.000 had. Dus het is meer dan twee keer zoveel weergaven heeft deze clip. En is geüpload op 11 augustus 2019. En de titel is Booga Augustus 10. Ik ben benieuwd hoeveel van jullie weten wat voor clip het is. Zijn het nu voor de reacties wat jij denkt wat deze clip gaat zijn? Maar ik denk dat sommige van jullie het misschien wel zullen weten. Weet je wat? Laten we gewoon gaan kijken naar deze clip. Okay. I'm literally screaming. Dad, I actually can't. Alright, we're not gonna have the mask the whole time. We have to drop these kills. Hey. Dubs, come with you. I'm out of mask now. I got now. Swatted. I have no heals. Shockwave, out of zone. Got it. Wait. Nice. Can you charge us? Yeah. Got him. No, I have no mask. Yeah. Yeah. Layer blow you, Booga. Off shield. Who the fuck are you talking to? Booga's literally talking to his dad right now. Knock another. Are you? Did he just leave mid game? I think so. Did he just leave me on red? You're good. You have 10 mats. Jawel, Booga, de nummer 1 speler van Fortnite. Degene die solo heeft gewonnen in de Fortnite World Cup. Degene die zelfs de beste e-sport award heeft gewonnen. Die werd geswat. Letterlijk dat. Mensen hadden de politie gebeld voor hem. En ja, dit was toch echt wel een dingetje in de community. Want dit is zo gevaarlijk, zoals ik net al zei, bij nummer 3, toen Kliks geswat werd. En ja, dit kan echt niet. Maar dat was, ik snap wel waarom deze zoveel views had, want ja, dit was vrij direct nadat de World Cup was geweest, gebeurde dit. Dus het was best wel een happening. En daarom staat deze clip op nummer 1 met 2,1 miljoen weergaven. Dus ja, dames en heren, dit was het einde van deze video. Want dat waren alle 10. Vond je deze video dan super tof? En willen jullie meer van dit soort video's zien? Drop dan even de like. Abonneer op de Veel Gevraagd met dat belletje aan. Klik even op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!